zijn er vaders in de zaal vanavond? Heb ik vaders in de zaal? Ik zie daar een vinger in de lucht, ik zie daar een handje in de lucht. Gefeliciteerd, hoe heet je? Ja? Hans. Hans, gefeliciteerd. Hoeveel kinderen heb je, Hans? Drie. Ja. Oeh, volle bak. Ja, je doet meteen dit ook. Okay. En ben jij de moeder van de kinderen van Hans? Ja. Ja? Hoe oud zijn je kinderen? 10, 6 en 2. 10, 6 en 2. Hé, hey, daar zit een mooie 4 jaar steeds tussen. Ja. Waarin jullie dachten, nou, we gaan er niet nog een nemen, denk ik. Oh, fuck. Wat is je favoriete kind, Hans? De middelste? Want dat is een jongetje. Lekker, Hans. Ja, toch. Puts. Mannen, mannen. En eerlijk ook, dat is belangrijk ook. Hoe heet je favoriete kind? Teun. Teun, dat is leuk. Ja, want dan ziet hij dit ooit straks terug. En dat is voor hem fantastisch en voor die andere twee niet, Hans. Is Hans een goede vader? Ja. Ja? Wat maakt Hans zo'n goede vader? Hij is heel grappig. Hij is heel grappig. En heel liefdevol. Nou, volgens mij zijn dat wel twee kernwaardes voor een goede vader. Dat is ook omdat ik ze ook heb, snap je? Daarom zeg ik dat. heb je tips, Hans, voor een nieuwe vader? Nee, sorry. Jouw hele houding zegt geen 3. misschien, nou ja, die van 2 die loopt iets voor op die van mij. Heb je praktische tips qua opvoeden wat je nu naar 3 kinderen... Nee. Begin er niet aan. Okay, dus Teun is je favoriet en die andere 2 had je eigenlijk niet nodig. Maar je bent grappig en liefdevol, dus dat compenseert weer mooi. Het is ook lastig. Ik vraag het ook vaak. Ik vraag vaak om tips, omdat ik ben net begonnen. Vorige week had ik een man die zei, praktische tips, niet laten vallen. Ik zeg, wat dan? Hij zegt, dan krijg je er zo een. Wauw.